bericht dat is geplaatst op Facebook, dat vind ik jammer. Maar het geeft toch wel aanleiding om verder te kijken wat er precies aan de hand is. Ik heb de directeur NJI gevraagd om de heer Wiebes voor vrijdag uit te nodigen, zodat ik ook een face-to-face met hem kan hebben over wat zijn ervaringen zijn geweest. En ik heb ook begrepen dat er een brief gestuurd zal worden door de huidige voorzitter met het verzoek om een onderzoek. Dus ik wacht dat soort zaken rustig af en op basis daarvan zal ik een besluit nemen om te bepalen wat er verder moet gebeuren. Ja, goed. Dus u gaat het werkelijk onderzoeken? Ja, dus het is toch wel goed om zaken te onderzoeken. Er zijn een aantal zaken aangehaald in die Facebook-post. Dus er is er ook gevraagd wordt door de voorzitter van de jeugdraad op basis van het staafbesluit om een onderzoek te plegen. Dan moet je het als minister sowieso doen. Ja. Oké, okay, goed, dan moet het sowieso gedaan worden, zegt u. Maar als we naar dit alles zo kijken, minister, van, er wordt gezegd van, we veranderen de naam. Eigenlijk die hele sfeer rond de jongerenparticipatie moest een andere twist krijgen. Zorgt dit voor een deuk? Wel, het zorgt wel voor een enorme deuk. Dat heb ik gisteren ook aan de directie van NJI gezegd. Want vanaf de start van het hele traject heb ik aangegeven dat ik toch wel wil dat zaken vlekkeloos verlopen. Omdat ik niet wil dat de jeugdraad Suriname een valse start zou maken. En helaas is dit gebeurd. Dus we moeten nu gaan kijken van hoe we het verder oppakken. Zodat het grote werk van de jeugdraad dan toch normaal door kan gaan. Die informatie dat jongeren bij de vicepresident zijn geweest. Ik neem aan, u komt de vicepresident woensdag tegen. Gaat u vragen, VP, hebt u de jongeren ontvangen? Nou, wanneer ik hem tegenkom, ga ik hem uiteraard vragen als er een meeting is geweest. Ja. En als er iPads en iPhones zijn beloofd, want ik neem aan, u hebt dat niet beloofd. Nee. Zeker geen auto's, iPads, laptops en dergelijke. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft die dingen zelf nodig. Dus ik heb geen geld om dat soort dingen aan jongeren te geven op dit moment. Yeah. Laat staan te beloven, omdat we het zelf dringend nodig hebben. Yeah, okay. Maar als ik hem tegenkom, zal ik hem vragen als er zo'n meeting heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Okay. Indien ja, ook de redenen waarom. Ja. Want nogmaals, voor mij stond primair dat de jeugdraad toch wel onpartijdig, niet partijpolitiek gebonden moest zijn. Daarom is het ook zo in het staatsbesluit opgenomen dat jongeren van de jeugdraad niet actief partijpolitiek mogen bedrijven. Dus ik ben in principe niet echt bevreesd voor politieke bemoeienis, omdat de jeugdraad toch wel een heel ander orgaan is dan het nationaal jeugdparlement.